Hij breekt zo! Hij breekt! Wow! Ah. Ik wil dit niet! Moet je overgeven? Een vraag onder mijn foto van vandaag. Je bent stom en je moet dood. Heb je soms je neus vergroot? Tel ik daar een derde kind? Daar past nog wel een burger in. Ik zit er echt niet mee. Want ik heb een goed idee. Ik toont je met de regenboog. Mij breng je echt niet meer omlaag. Met je gesteld of je geklaag. Je kan haten wat je wil, maar voor jou ben ik niet stil. Jij bent mijn batterij niet waard. Beter dat je dat aanvaardt. Ik sla je geen blauw oog, maar ik toont je met de regenboog. Toont je met de regenboog. Je bent weer bezig of zoiets. Want even later ga je los. Of ik mijn tanden in kom op. Ik doe heel wat van die shot is. Het is zo kleurloos met zijn val. In je hoofd, in het regen. Dat was het. Toen hoopte ik gewoon op zoiets als, nee, maar ik vind het gewoon heel erg leuk, zullen we een keer wat drinken? En toen kreeg ik terug, nee, maar ik vind het heel erg interessant wat je doet. En ik studeer dit en dit en dit en ik vind het heel erg interessant in verband met mijn studie. Dat is interessant. Oh. Gefriendzoned. Sinds dat moment hebben we denk ik 24 uur per dag gechat. Gewoon nog steeds, dat elke was, dag. Ja, dat was in februari. Ja, klopt. Ja. Dus het wordt best mooi. Dat is echt heel mooi. De volgende vraag. Wat deden wij toen we elkaar net hadden ontmoet? Regenboog emoji. En als je het niet wil leren. Ja, dan moet ik je blokkeren.